Daar ligt gewoon een ding daar zo. Zie je dat? Dat is een koffer. Holy shit. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en het is knijtertje vroeg. Het is 6:30 in de ochtend en voor veel mensen zal het niet zo heel vroeg zijn. Maar ik heb vannacht slecht geslapen. Holy shit. En dan kan ik jullie heel mooi vertellen wat er gebeurde. Gisteren gingen Sylvana en ik de deur uit en toen zat er een sleutel op een postbus. Weet je, op zo'n brievenbus. Als je dan in een appartementencomplex woont of met appartementen, dan heb je allemaal een brievenbus hangen beneden. En iemand had al zijn sleutel erin laten zitten. Nou, wij kwamen dus op het punt dat we dachten van oké, prima, wat zullen we met de sleutel doen? Want we in de brievenbus gelegd, we kwamen terug thuis weer. Nadat we naar het tuincentrum waren geweest, zat die sleutel er nog steeds in. Zag je, wees dat, haal hem eruit, loop even langs die persoon om te kijken of die persoon misschien zijn sleutel terug wil. Nou, wat doen we dan? Pakken we die sleutel natuurlijk en dan gaan wij ons gemakje eventjes aanbellen. Nou, diegene deed niet open, lang verhaal kort, komt erom neer dat diegene helemaal niet gewoon reageerde. Wat we toen gingen doen, was gewoon zoiets van ja, oké, maar als die sleutel erin laat liggen, kan die gejat worden, kan iemand zijn huis binnen, dat is ook niet chill. En als we die sleutel dan meenemen, dan weet hij niet dat wij hem hebben. Maar ja, oké, prima, we hebben aangebeld, we hebben aangeklopt. Kan goed zo zijn dat het gewoon helemaal lekker is. Liggen we te slapen, midden in de nacht, om 3:00. Horen we echt getik, gebons, allemaal gek shit. Had die man blijkbaar de politie gebeld. En heeft hij dus gezegd van, hey, ik denk dat mijn sleutels zijn gejat, bla bla bla. Kunnen jullie me helpen met mijn slot eruit te halen? Want et cetera, et cetera. Nou, dus lijpe shit, echt gewoon goed beuken, hè, weet je wel. Want als je een slot eruit wil halen, moet je met beleid, kun je de deur niet echt openmaken als je op slot zit. Dus je moet hem echt de slot eruit knallen eigenlijk, om het zo te zeggen, met een hamer en een bijtel, et cetera. Dat waren ze dus aan het doen, de politie, met hem. Dus Sylvana loopt naar buiten en zegt, jongens, wat zijn ze aan het doen? Want we dachten eerst natuurlijk dat zij gewoon dat er bouwwerkzaamheden waren. Maar ja, als het om 3:00 s'nachts is, dan kan dat bijna niet. Nou, kwam erop neer dat ze zeiden van, hé, ja, de sleutel is kwijt, gestolen, bla bla. Oh ja, nou, die heb ik hier. Want hij zat dus in mijn brievenbus. Ah, sleutel geven. Vervolgens helemaal stil. En ik weet niet wat ze tegen die man hebben gezegd naar de hand. Maar ik denk wel dat ze gezegd, misschien moet je de volgende keer wat beter nadenken voordat je iets zegt of denkt. Het was ook meteen helemaal stil. En we konden weer verder tukken. Maar ja, het lastige is, midden in de nacht gaat daar best wel lastig verder tukken. Want 3:00 s'nachts is het dan. Als jij slaapt rond 11:00, dan ben je ongeveer net 2 keer in je diep slaap gekomen. En dan val je weer uit je diep slaap en dan moet je er weer in komen. Ja, en dan is het 6:00, 5:45 wanneer ik op moet staan. Ja, dat is pittig vroeg. Maar ja, het is nu in ieder geval dus 6:15. Of 6:45 ongeveer. En we gaan de trein pakken richting Hoofddorp. Hallo. Kijk eens aan dan. We zijn er. Op Schiphol. Het heeft even geduurd. Ik moest vervolgens in Hoofddorp de bus pakken richting Schiphol. Maar we zijn er. Ik heb ook even kunnen checken waar ik een gate moet hebben. Dat is C21. Departure hal 2. En dat betekent dat we op tijd zijn. Ik ben heel blij dat we op tijd zijn gekomen. In ieder geval wat het wel is dat ik nu wel moet opschieten. Want ik heb nu ongeveer een uurtje om in mijn vliegtuig te zitten. Dat is best wel snel. Dat is best wel kielen. Maar gelukkig ben ik al ingecheckt. Dat hoef ik alleen maar door de security checken. Maar het is lijp druk. Holy shit. Moet je eens kijken joh. Hoeveel mensen die zijn. Het is zonde. Ik ga ondertussen denk ik, nu denk ik wel, sinds de laatste tijden ga ik denk ik wel elke keer gewoon tijd incalculeren voor mijn security check. Want ik heb altijd zoveel spullen bij me en elke keer wordt er uitgepikt. Dus nu heb ik echt nog minder tijd dan ik al had. Ik had straks een uurtje, nu heb ik nog een half uurtje om dus eten te scoren. Want ik heb echt heel veel, ik heb natuurlijk niet ontbeten. Ja, eens even zoeken. Ik denk dat hier ergens vast wel een Albert Heijn te vinden is. En desnoods dan wordt het gewoon echt een heel simpele sandwich. Maar het is wel vervelend. Elke keer word ik echt volledig uitgepikt. Echt een hele tas is dan weer overhoop. En het scheelt wel weer dat ik redelijk goed kan inpakken. Dus elke keer wanneer ik inpak, heb ik gewoon
lekker, heel chill. Alle spullen gewoon makkelijk weer terug in de tas in. Maar je moet nagaan dat je dus je tas inpakt. Dan denk je bij jezelf, oh, alles netjes erin doen, alles lekker op gemakje, gewoon relaxed. En dan pak je zo'n persoon en zeg je zo, ja, ik haal even het onderste. En ik alle drie de dingen die onderin liggen, haal ik er even uit, ja? Oké, okay. Alles eruit getrokken, heel mijn ding erop ook. Ja, nou, ik wil in ieder geval op zoek naar een Albert Heijn of iets in die richting om even shit te halen. En dan gaan we het vliegtuig in, jongens. Heel veel zin in niets. Ik ben heel benieuwd. Kan ik nu ondertussen wel in de tijd dat ik even eten haal en dat eten heb, kan ik eventjes op mijn gemakje lekker uitzoeken wat ik in Nice eigenlijk allemaal ga doen. Nou, dikke prima jongens. Gewoon even een lekker broodje, roomkaas met een chocomelletje. Met dit uitzicht. Holy shit, heerlijk dit. Ja. En even een filmpje kijken. Zijn we dan lekker gegeten, lekker gedronken, nu op naar de gate en het vliegtuig. Wel heel erg chill, ik kon dus kiezen welke plek ik ging pakken en toen dacht ik aan mezelf, weet je wat? Wel heel erg chill, ik kon dus kiezen welke plek ik ging pakken en toen dacht ik aan mezelf, weet je wat? Pakken we lekker de emergency exit, lekker veel beenruimte, lekker wat ruimte daar, niet zoveel mensen waarmee je rekening moet houden, altijd top. Nou, we zitten in het vliegtuig, het is wel heel chill dat we weer KLM hebben, dat is wel echt goed geregeld weer. En nu gaan we maar eens even de lucht in. Holy shit, het is wel echt een zieke dubbel win-win situatie. En, ik zit bij de emergency exit. En er zit niemand naast me, dus ik kan mijn beentjes strekken als een malle. Ik kan straks mijn laptop pakken om dus even lekker te gaan editen. Dat is wel heel erg chill tijdens de vlucht. Ik kan een keertje wat doen in plaats van dat ik niks kan doen. Want normaal gesproken kan ik wel editen, maar dan heb je dit ding en dan zet je laptop op. Maar kan ik hem dicht krijgen zo? Ik ga niet dicht. Dames en heren, goedemorgen. Top. Welkom aan boord. Mijn naam is Ruben Veenstra. Ik ben in Purse. Wat ik wilde zeggen was, dan zijn mijn harde schijf en zo, die hangt in de lucht. Hoe kan je gewoon hier opleggen? Super chill. I'm just a no. To make you smile. And you need me. To hold you close. Daar zijn we dan in. Nice. Ja, sorry, ik moest hem maken. Oh, heerlijk. Het zonnetje schijnt trouwens wel echt lekker hier. Het is 12 graden, een beetje wolken. Maar verder, allemaal dikke pries. Zo. Dit ziet er echt uit als een of andere glazen doolhof. Ik zou hier zo door deze muur heen lopen. Maar we zijn in. Nice. Ik heb even toch een uurtje kunnen tukken in het vliegtuig. Doordat ik weinig heb geslapen vannacht. En wat ik trouwens was vergeten te vermelden. Dat was mega lief van, even kijken, die kant op denk ik. Ja, die kant moet op. Dit is natuurlijk wel vet gemaakt. Hè? Hier wil ik foto's maken. Sal, als je dit ziet denk je ook, holy shit. Deze reflectie alleen al. Fucking ziek. Maar wat ik was vergeten te zeggen was dat Savannah mij straks had gebracht naar het station. Ik zou eigenlijk met de Uber naar het station toe gaan, maar ineens reden er geen Ubers meer. Op dat tijdstip. Super raar, want het is zaternacht, 5 uur. Meestal rijden al Ubers. Deze keer niet. We gaan naar beneden. En dat was best wel relaxed. Want ik had niet verwacht dat het zou gaan gebeuren. En zij had gewoon voor gezorgd dat ik toch alsnog op tijd kwam. Ja, willig, maar super lief. Oh, nu ben ik kapot. En nu gaan we naar onze taxi toe. Ben benieuwd hoe het staat. Ben benieuwd. Ik zei dan wel leuk dat ik werd opgehaald, maar ik heb uiteindelijk zelf gewoon een Uber geregeld. Dus we hebben onze Uber gevonden. Chill.
A few moments later. Ik moest heel even zoeken, maar ik heb het gevonden, jongens. Even locatie. We gaan naar binnen. En we zijn aangekomen in ons appartementje hier in het mooie Nice. Jongens, wat een plek om wakker te worden morgen vroeg. Holy shit, ga je het uitzicht laten zien? Ik laat je eerst zien waar ik nu loop. Ik heb een balkon. Nou, en dan het uitzicht. Komt ie. 3, 2, 1. Daar ga ik zo meteen naartoe en ik ga eventjes chillen, want ik ben heel wel moe. Dus ik ben nog steeds wel redelijk moe, maar we gaan even onze tas uitpakken, even een thumbnailtje maken voor op YouTube en dan gaan we lekker genieten van de stad. Ja, ik heb net een warm welkom gehad en ja, ik heb er echt mega veel zin in. Ik ga er allemaal foto's maken trouwens nu eventjes voor mijn papa en mijn mama en voor Sal en Jago en al die mensen om te laten zien waar ik nu slaap en wat ik nu aan het doen ben. Ah, ik ben blij. Ik ben heel erg blij. Ja, dit is echt top. Dit is echt nice. Thumbnailtje is gemaakt. Ik ben blij. De video staat online. Alles is geregeld. Het internet is wel kut. Daar kunnen we niks tegen doen. Maar dat kunnen we helaas wel. Dat kunnen we mooi wel oplossen met onze telefoon. Maar nu gaan we eens even omkleden. Want ik ben gewoon echt op dit moment een hele muffe man. En omgekleed en wel. Ik ben klaar en opgefrist trouwens. Kijk eens even hier. Het snorretje is weer heel erg goed aanwezig. De baard is er weer helemaal vanaf. En ik ga even naar de supermarkt. Want ik ga even kijken of ik wat te drinken kan fixen. Het enige wat ik altijd vergeet wanneer ik in een land ben zoals deze, is dat de supermarkten niet heel lang open zijn. Zeker op zondagen, wat het dus vandaag is voor mij. Voor jullie is het een hele andere dag. Is het allemaal niet zo lang open. Plus, is ook nog eens heel vervelend. Ik zit dan op mijn kamer, heb dan dorst. Heb geen water en dan zit ik dus met dorst op mijn kamer. Nou, het laatste wat je wil is dorst hebben of honger hebben. En daar ga ik dus voorkomen. Dus ik ga nu even lekker naar de supermarkt. Zo, even lekker croissantje gehaald jongens. Heel erg chill. En nu lopen we even die kant op en daar is de boulevard. De promenade. Maar kijk hoe mooi deze straat is ook joh. Komt niemand aan? Ik ging even kijken of daar nou niemand aankwam. Maar kijk hoe vet het is. Super gaaf. Ja. Maar ik heb even lekker croissantjes, heel chill, en we gaan die kant op. Wel even op de normale loop, waar je mag lopen. Maar dan wel die kant op. Overigens wel grappig was, ik werd net aangesproken toen ik uit de supermarkt liep door 5 Nederlandse meisjes. Sorry, do you speak English? Ik zei ja, ik spreek Nederlands. Oké. Vroegen ze waar de tram, waar ze de metro moesten pakken naar het vliegveld. Ik zeg nou, ik zou ze heel graag willen helpen, maar ik ben nu denk ik zelf ongeveer 2 à 3 uurtjes in Nice. Dus voor mij is het ook totaal niet logisch waar ik ben of wat je moet doen. Dus ik zei tegen hem, zou je niet gewoon een Uber pakken? Zei hij, nou ja, hij wil het heel goedkoop doen. Ik zeg, ja, nou ja, dan, sorry, dan kan ik jullie ergens niet helpen. Veel succes dan nog. Oké, dankjewel, doei. Vond wel mooi. Dacht ik bij mezelf, oh ja, oké. Mijn snor doet niet veel goeds voordat mijn look dat ik echt Nederlands ben. Oh ja, en het zonnetje schijnt trouwens echt mega lekker. Holy shit, dat is echt bizar. Ik liep zojuist over dit plein hierheen en het mooie is dus, ik dacht bij mezelf ineens, oké, ik herken dit ergens van. En ergens, ik ben hier dus al ooit geweest. Kwam ik ineens achter. Ja, ik wist wel dat ik hier was geweest, maar ik wist niet hoe het eruit zag. En toen dacht ik ineens, holy shit. Ik heb zelfs deze foto hier gemaakt op Instagram, of ja, die heeft Mirte gemaakt. Dat was toen de tijd mijn vriendin. Ik heb hier zelfs ook gevlogd toen de tijd, hele leuke vakantievlogs gemaakt. Zijn helaas nooit online gekomen. Dat is dan wel jammer, maar wat er wel leuk aan is, is dat ik wel wat beelden kan laten zien uit die video. Want die video hoef ik niet helemaal online te zetten, waar zij dan in zit. Dat heeft zij natuurlijk volledige recht toe om er niet in te zitten. Ik heb wel mooie b-rollbeelden gemaakt van Nice toen de tijd en er is eigenlijk niks veranderd. Ik zou zeggen, kijk lekker naar deze mooie b-rollbeelden. Ik ga nu even lekker naar de promenade toe en ga ik even genieten. Maar ik vind het wel super grappig dat dit nu toch een soort van duidelijk wordt allemaal. Alles valt op zijn plek. Een heel gek gevoel. Heel gek gevoel. Oh,
Ja, dit is gewoon super mooi natuurlijk. Holy shit. Oh, die mensen worden bijna nat. Zag je dat? Die mensen werden echt bijna nat. Holy shit. Maar wat mooi jongens, echt heerlijk aan de zee. Dikke prima. En het water is ook zo helder blauw. Ik weet niet of je dat kan zien op beeld. Je ziet niet echt, maar dit water is veel blauwer dan dat water. Ja, ik weet niet waarom ik daarom zo dat moeilijk zou doen. Want de zon die wijst precies in mijn bakkers. Maar het is wel echt bizar lekker weer. En dan loop je hier en dan denk je bij jezelf, misschien hoor je het helemaal niet. Maar als ik dit doe, op deze manier, zo, dan hoor je het wel. Oh, heerlijk. Ik moest echt al lang uit. Maar was ik harder dan ik had verwacht. Ik dacht dat het een beetje een windje zou zijn. Nou ja, we gaan weer door. Het is hier echt super mooi. Kijk dat gebouw daar ook. Ik ben gewoon een beetje aan het gebouwen spotten. Een beetje aan het kijken hoe gebouwen eruit zien, hoe mooi ze zijn. En ja, dit ook, weet je wel. Het zijn dan zo'n mooie tekeningen op de zijkant van het gebouw. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Als ik de helderheid een beetje naar beneden gooi, kun je het wel zien, denk ik. Zie je dat? Ja, super mooi. Daar word ik dan stiekem echt serieus blij van. In vergelijking met vroeger, vond ik dat echt helemaal niks. En mijn idee was om hier naar binnen te gaan. Dit is de kathedraal de Notre-Dame. Niet zoals die in Frankrijk staat, wil ik zeggen, in Parijs staat. Maar wel zoals die hier staat in Nice. Alleen, ik kan niet naar binnen, want hij is dus dicht en het is zondag. Begrijpelijk. Ze hebben wel heel veel missen hier op dit moment, dat wel. Maar dat is niet echt het idee erachter dat ik naar een mis toe ga. Ik moet wel zeggen dat ik hem heel erg mooi vind en eigenlijk graag van binnen zou willen bekijken. Voor de mensen die nu denken, ben je nou gelovig? Nee, ik ben niet gelovig. Maar ik vind dit soort gebouwen wel altijd heel tof om binnen te zien en te bekijken. Dus helaas, die valt dan af van het lijstje. Dan gaan we eens even het verdere lijstje afwerken. Oké, nu ben ik wel benieuwd. Nu ben ik wel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Zie je dat? Allemaal politiemensen. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar waarom en hoe. Maar ze staan hier allemaal te wachten. Er staat hier een lint. Daar zo. Oh, ik snap het al. Ik snap het al. Holy shit, jongens, er ligt gewoon een pakketje daar. Er ligt een koffer. En ze weten niet van wie het is of wat het is. Dus ze hebben het even helemaal afgezet. Daar ligt gewoon een ding daar zo. Zie je dat? Dat is een koffer. Holy shit. Oké. Nou, is duidelijk. Er is niks aan de hand. Ze gaan alle dingen weer losmaken. Het was gewoon een koffertje waar niks in zat. Maar ze kwamen wel even kijken van wat de fuck is er aan de hand. Wel heel eng dit. Gewoon een soort, ze denken natuurlijk dat er een bom is dan op deze plek. Maar dat is dan niet. Ze ruimen nu alles weer op. Maar wat een goede precautions eigenlijk als je erover nadenkt. Ja. Nou, in ieder geval interessant, leuk. Is weer sowieso de titel van deze video trouwens. Want wat niet, hè? Wat niet? Oké, nou, ik ga even terug naar mijn residentie. En dan vanuit daar ga ik weer eventjes bekijken wat mijn volgende stappen zijn. Ik ga sowieso vanavond even iets eten natuurlijk, iets uiteten. Dat is een planning. En dat wordt waarschijnlijk in het oude centrum van Nice. Oké, jongens, ik begin zo. Even met filmen. Het is heel geel, I know. Ik probeer het in de nabewerking even te veranderen dat het minder geel is. Maar het is helemaal kut. Ik ga even lekker eten. Een heerlijke pizza en dikke prima. Een goed biertje erbij, een goede lef ook. En dit wordt één grote genietfestijn. Holy shit. Het is fucking chill, fucking lekker. Dit is trouwens olijfolie met een beetje pittigheid erin. Dus heel eerlijk, daar ga ik sowieso van genieten. En ze hebben nog niet gevraagd of ik alleen ben. Daar hebben ze al zijn zo van uitgegaan natuurlijk. Maar dit is echt een topmaaltijd, hier ga ik echt keihard van genieten. En ik heb eens even zitten nadenken. Wat ga ik doen? Morgen ga ik even echt eten. Dus ik ga wel even beter zoeken naar waar ik aan het eten kan gaan. Want het lastige is dat ik dus eigenlijk niet echt zo goed wist waar ik naartoe moest. Ik heb gewoon serieus denk ik in dus ongeveer 20 minuten lopen en ik heb denk 40 minuten gelopen totdat ik deze tent vond. Omdat ik eigenlijk niet zo goed wist waar ik naartoe zou gaan. Nou, dus uiteindelijk heb ik dit gevonden. Prima pizza. Een leffe blond uit Nederland. Of ja, uit België natuurlijk dan eigenlijk. We gaan even kijken van genieten. En ik hoop dat het lekker is. Ik laat het jullie zo meteen weten of het lekker was. Ik denk dat het wel goed komt. Ik heb nog nooit zo'n goed licht gehad terwijl ik buiten loop. Ik loop nu onder een plekje door waar ze normaal gesproken in deze stad in Nice een markt hebben. En ze zie je maar weer. Ziek goed licht.
Hoppa, dat is chill. Dat is heel... Oh, ik heb weer... Zo, dit is perfect. Nou, in ieder geval, het was echt dikke prima. Het was echt geen smerig eten. Maar het was wel echt een pizza met veel kaas. Holy shit. Dat is niet normaal. Er zat zoveel kaas op die pizza. Dat is echt niet grappig. Dat is echt niet grappig. Dus ik ga zo meteen denken, als ik thuis ben, in mijn hotel of in mijn residentie van de RF, ga ik even lekker naar de wc. Want dan mag er waarschijnlijk heel veel uit. Want Jezus Christus, dat was echt veel, ontzettend veel kaas. Kijk eens hoe mooi, hoe groot het is. Zo bizar breed is dit. Niet normaal. En ik daar bij mezelf, oh, ik heb trouwens ook handschoenen aan. Volgens mensen denken, heb je nou in één keer zwarte handen? What the fuck? Het is wel mooi geweest vandaag. Ik heb een lange dag gehad. Ik ben al sinds 5:45 wakker. Het is nu 10:00. Het is dus een pittig lange dag, laat ik het zo zeggen. En ik ga zo lekker naar huis. Ik ga er even nog even editen. En, oh, ik moet er even uit. En ik wil jullie ook bedanken van... En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker dat duimpje omhoog. Kun je niet abonneren op mijn kanaal hier beneden. En check ook 2 video's die aan die kant van mij staan. Als je die niet gezien hebt. Als je die video's wil zien, doe dan even zeker een duimpje omhoog bij die video. Of reageer er even onder. Dat zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. Dus eigenlijk zo. Ja. Nou, nog één ding wat ik wil zeggen. En dat is later.